Ja, voorzitter, ik begin met een disclaimer. De PVV begrijpt heel goed dat wetenschap niet kan zonder internationale verbindingen. We willen de wetenschap niet opsluiten achter de dijken. Voor alle duidelijkheid. Kenmerkend voor de wetenschap is die internationale oriëntering vanaf Erasmus en ver daarvoor al. Maar de internationalisering van nu heeft niets te maken met de kwaliteit van de wetenschap. Integendeel. Het is een model in het leven geroepen om universiteiten te laten groeien ten koste van collega-universiteiten door als een dolle buitenlandse studenten te werven en daarmee een grotere hap uit de bekostiging te krijgen. Een geperverteerd systeem dat enorme kosten met zich meebrengt. Nou, de grootste schade is wel die aan onze taal. Het Nederlands dat is vervangen door het Globlish, noem ik het altijd maar. Een gemankeerd dialect van het Engels dat geen enkele diepgang toelaat. Geen enkele nuance. Een taal bovendien die niet de moedertaal is van Nederlandstalige studenten, hoe vlot ze die ook denken te spreken. Studeren in een taal die niet je moedertaal is, brengt problemen met zich mee in diepgang, maar ook in participatie. Dat zie je terug in de terughoudendheid die veel Nederlandse studenten vertonen bij werkcolleges. Als we het dan toch hebben over gelijke kansen, dan zien we dat vooral eerste generatie studenten Engelstaligheid als een drempel zien. Ik zei het net al tegen de woordvoerder van de PvdA. De hoogleraren taalkunde Annette Groot en Lotte Jensen die hebben daar veel over geschreven. Dus iedereen die daar geïnteresseerd is, verwijs ik naar hun. Ja, voorzitter, de grote aantallen studenten zijn ook nog eens funest voor het pedagogisch klimaat. Hoe meer studenten, hoe meer concurrentie om voorzieningen binnen de universiteit, zoals begeleiding. En natuurlijk de concurrentie die Nederlandse studenten moeten aangaan met buitenlandse om fikse studies en om schaarse studentenkamers. Maar ook die buitenlandse studenten laten we in de kou staan. Zij worden richting ons land gelokt en worden vervolgens toch aan hun lot overgelaten. Ze vereenzamen, ze kunnen geen woonruimte vinden. Kwetsbare jongens en meisjes die in een vreemd land terechtkomen waar niemand eigenlijk naar ze omkijkt. En dat is, ja, vind ik treurig, voorzitter. De universiteiten hebben geen internationalisering nagestreefd, zeg ik nog maar, om het niveau van de wetenschap te verhogen. Het is een verdienmodel, een concurrentiestrijd om zoveel mogelijk studenten binnen te harken. Het is niet geboren uit wetenschappelijke grootsheid. Het is geboren uit kruideniersachtige bekrompenheid. Nou, willen we het probleem eigenlijk wel oplossen? Wij hebben sterk de indruk van niet. In de eerste plaats omdat alle problemen die wij, de PVV, in de loop van 12 jaar hebben benoemd, ja, gewoonweg worden ontkend. En zelfs werd er gezwegen toen de universiteiten werden geconfronteerd met het overtreden van dat artikel 7.2 van de wet Hoger Onderwijs door de vereniging Beter Onderwijs Nederland. En waar de wet zelden zo overduidelijk met voeten werd getreden, bepaalde de absoluut onafhankelijke rechter, ik zeg het er even nadrukkelijk bij, dat de universiteitsbestuurders voldoende hadden gemotiveerd waarom het wettelijk volkomen in orde was om af te wijken van het Nederlands als onderwijstaal. We moesten dat als politiek maar uitzoeken met de wet, was de boodschap. Zijn er oplossingen? Ja, en we hebben ze allemaal voorgesteld, voorzitter. De meest voor de hand liggende is natuurlijk het uitvoeren en handhaven van de wet. Als het onderwijs aanbieden in het Nederlands op verantwoorde uitzonderingen na, als we dat doen, dan is dat de belangrijkste oplossing. De toegankelijkheid van Nederlandse studenten wordt gewaarborgd, ook van eerste generatie studenten. De kwaliteit van het academisch discours wordt verhoogd, omdat studenten zich nu eenmaal beter uitdrukken in hun eigen taal. Er komt een natuurlijke rem op de instroom van studenten uit het buitenland, die nog steeds van harte welkom blijven, maar dan wel Nederlands moeten leren. Het voordeel voor hen is dan dat zij een veel rijkere studieervaring hebben dan nu. Ze leren ons land waarderen, ze zullen beter integreren. Er is veel meer kans dat ze na hun studie hier blijven om bij te dragen aan de Nederlandse samenleving en economie. Het probleem zou dan wel zijn dat universiteiten het zouden moeten doen met ongeveer de helft van de studenten. En dat, voorzitter, legt het structurele probleem bloot dat al meer dan een decennium wordt verborgen onder die versluierende agenda van de internationalisering. We hebben als land te weinig studenten voor te veel universiteiten. Tot slot, voorzitter, ziekenhuizen hebben al heel gauw geen bestaansrecht meer volgens de rekenmeesters van de zorg. Die worden rücksichtloos gesloten, zei ik net al. Waarom blijven wij overbodige universiteiten, nutsinstellingen, gefinancierd door Nederlandse belastingbetalers, op deze geforceerde manier voor buitenlanders in stand houden? En daarop wil ik graag een reactie. En dan wil ik de nadruk erop leggen dat er inderdaad faculteiten zijn met 92% tot 94% buitenlandse studenten, waar die Nederlandse belastingbetaler voor betaalt. Tot zover, voorzitter. De heer De Hoop.